U bent geopereerd aan uw voet en hebt een kijkoperatie gehad. Dit betekent dat u na de operatie een drukverband om de voet heen krijgt. Dit drukverband dat moet ongeveer voor 48 uur blijven zitten. U hoort van de verpleegkundigen hoe lang dat daadwerkelijk zal zijn. In die eerste dagen is het heel belangrijk dat u veel met de voet omhoog gaat zitten. Want wat u gaat merken is dat uw voet dik gaat worden. Zorg er dus voor dat de voet echt wat hoger ligt dan de knie en de knie wat hoger dan de heup. Zo kan het vocht wat in de voet zit goed afstromen. Daarnaast is het belangrijk dat u regelmatig wat oefeningen doet. En die oefeningen kunt u ook in de andere video terugvinden. Direct na de operatie mag u wel belasten. Dat betekent dat u kleine stukjes mag gaan lopen waarbij u wat gewicht zet op de voet. Het kan zijn dat dat de eerste dagen nog niet goed lukt, omdat u wat meer pijn heeft. Dit geeft niks en dat komt vanzelf goed. Zorg ervoor dat u op geleide van die pijn en van de zwelling steeds meer gaat belasten. Fysiotherapie is belangrijk na deze operatie. Zorg ervoor dat u binnen een week hiermee gaat starten. In die eerste week, wanneer u nog geen fysiotherapie heeft, kunt u wel zelf al starten met één hele belangrijke oefening. En dat is het buigen en het strekken van de voet. Doe dat echt wel 10 keer ieder uur. Om zo de bewegelijkheid van de voet mobiel te houden. Het herstel na deze operatie heeft best wel wat tijd nodig. Geef het ongeveer 3 tot 6 maanden voordat u weer kan starten met uw sport.